wat heeft u voor motor? Wij hebben aan boord van de assistent een Stork Ricardo, type BR213 uit 1962. En wat is het vermogen? Van deze drie cilinders is het vermogen 141 echte pk's. Dat is wat anders dan bij snellopers, want dat noemen we dan ezels. Maar dit zijn echte pk's. En via een keerkoppeling Brevo type 10, uit 1947 overigens, komt het vermogen op een grote trekschroef van 1,45 meter. Ja, schipper Scholte, u staat nu wel nonchalant tegen de regulateur geleund. Maar wat moet er allemaal gebeuren aan de motor voordat we kunnen gaan varen? Nou ja, de startprocedure die is ongeveer als volgt. Schoorsteenklep open, anders dan vliegt hij bij de start ergens in de wei. Er moet olie gepompt worden, smeerolie. Dat is uiterst belangrijk voordat de motor gestart wordt, dat alle lagers van olie zijn voorzien. Hoofdkoelwaterafsluiter moet open. Uiteraard moet er getornd worden. Eén zuiger in de bovenste stand. Dat is bij drie cilinders natuurlijk niet anders. Want anders krijg je hem niet aan de praat. Nou, dat is ongeveer het geheel. Als hij draait, dan gaat het smeeralarm, wordt stand-by gezet. Ja, dan kunnen we ongeveer starten. Ik heb vroeger op zee gevaren als scheepswerktuigkundige, zoals het vroeger met een mooi woord heette, machinist. En daar hadden we dit soort storkmotoren, maar dan ouder, van ouder type. En meer cilinders als hulpmotor, die zorgde voor de elektrische energie aan boord van zeeschepen. En ik heb ook ervaring met de grote voortstuwingsmotoren van Stork uit Hengelo, maar dan praten we over 10.900 pk of zelfs 16.000 pk. Deze motor is eigenlijk een heel betrouwbare machine. We hebben er nooit problemen mee gehad. Een paar jaar geleden hebben we nog een goede controle uit laten voeren. Deels zelf gedaan. Naar de cilinders, de zuigers. En ja, we hebben er nooit echt problemen mee gehad.
de assistent die is oorspronkelijk gebouwd in 1907. Dat wil zeggen, toen is hij te water gelaten. Maar als stoomschip. Dat zal duidelijk zijn, want hij had nog niet zo erg veel motoren in die tijd. En de eerste eigenaar die hem op de werf had gezet, of de opdracht had gegeven, die is failliet gegaan. Die kon zijn hypotheek niet betalen. En toen heeft een meneer Drooglever heeft deze boot overgenomen, stoommachine en stoomketel ingebouwd en is ermee gaan varen. En we hebben van meneer Drooglever ook nog in ons archief foto's. En daarna heeft hij voor diverse maatschappijen gevaren. Men voer toen in die tijd ook via een collectief. En heeft hij diverse eigenaren gehad, waar we overigens allemaal de namen van hebben, want we hebben de hele historie kunnen halen bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Uit de historie van de Schuttervaar. En dat vinden we eigenlijk wel heel erg leuk om die kennis allemaal te hebben. Ik begrijp dat de boot te koop is. Ja, dat is met pijn in het hart, moet ik eerlijk zeggen. Even los van de leeftijd. Want qua gezondheid is er verder geen probleem. Maar we merken dat we wat minder mee varen. En mijn vrouw heeft nog een fulltime baan en een paard. En iets wat niet samengaat, dat is een sleeboot en zij een paard. Apart van het feit dat ik heb hem samen met mijn goede vriend Frank en zijn vrouw. En al met al varen we toch te weinig. En ik wil eigenlijk dan voor mezelf een wat kleinere boot die ik wat makkelijker alleen kan varen.